Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door VDB Staalbouw Megapool in Stroe, NTTO en 123 Machineverhuur. Welkom bij een nieuwe serie Truck & Tractor Pooling op RTL 7. We zijn vandaag bij VDB Staalbouw Megapool in Stroe. Welkom hier vanaf Stroe, het begin van het seizoen van truck en tractor pooling. En we beginnen met de modifieds en hij zit er klaar voor, Jan Groenestein. Super Casper, hij kijkt nog naar de pedalen, maar hij moet van start en daar gaat hij hoor. Oh, en dat gaat helemaal mis met die voorophanging. De linkerwiel zit los en dat in 62 meter en 56 centimeter is het voorbij nu al voor Super Casper hier in Stroe. Tractorpooling is meer dan alleen gas geven op de baan, hè? Ja, dat, op televisie zie je natuurlijk alleen maar die 100 meter wat wij rijden. Maar er gebeurt achter de schermen wel iets meer. Wat hebben jullie van de week allemaal gedaan? Van de week hadden we nog een paar sponsorverplichtingen zijn we geweest. Promotie hebben we gemaakt vorige week zondag in Limmen. De laatste puntjes op de i. Dat soort dingen. De banden, die hebben jullie geslepen, hè? Ja, hebben we ook nog gedaan. Moet natuurlijk wel, je moet het lot natuurlijk niet tarten. Alles moet kloppen. En nooit je eigen de schuld geven achteraf, had ik de banden maar geslepen. Want we werken met wielspinnen. Het is niet zo dat bij een normale auto dat je wegtrekt, maar het is echt wielspinnen. Ja, dat is ongelooflijk. Want heel veel mensen die komen dan kijken op zo'n wedstrijd en zeggen ze, waarom hebben jullie zo'n laag profiel op jullie banden? Je moet toch heel hoge nokken, dan heb je toch veel meer grip. Maar we rijden niet op grip. We rijden op frictie, als het ware. Die wielen die draaien zeg maar 140 km per uur. En de voorwaartse snelheid werkelijk is 40, 45 of zo, zoiets bijvoorbeeld. Ja, want we rijden op een kleibaan en dat is ook niet voor niks natuurlijk in combinatie met die banden. Nee, dat klopt. Klei is het beste materiaal om op te rijden. Zand ligt overal in Nederland, maar dat gaat niet, want dan gaan we alleen maar naar beneden in plaats van vooruit. Hoe liep het? Slecht, want de trekker ging uit bijna even net over de 100 meter. Dus ik rolde uit op 105 meter. En dan moet je maar hopen dat het genoeg is, want ik ging wel aardig hard. Dus ik had wel verwacht, of ik verwacht nog steeds dat de concurrenten er ruim overheen gaan, zeg maar. Ja, Aldus Bas Liefting, bedankt. We gaan heel snel verder met de judge. Hoe gaan zij het doen? Dat zag er mooi uit. 91 meter en 64 centimeter. Is dat voldoende om naar die finale te gaan? Dat is even afwachten. De TV2 en de TV3 motoren, daar zit een verschil in, hè? Daar zit een verschil in, ja. De TV3 motoren zijn iets korter, iets lichter en hebben wel meer vermogen. Hebben wel meer vermogen, leg uit. De TV3 zit rond de 2000 pk en die van ons zit rond de 1500 pk. Wat gaan we eraan doen? Er zijn heel veel plannen, maar wij hebben toch nog sterk het idee om volgend jaar, of misschien dat jaar erop, ligt aan de sponsoring, om dan met 5 motoren te gaan rijden. Met 4 in deze klasse en met 5 in de zwaardere klasse. Kijk, dat zijn berichten. Burning Madness, 88 meter en 7 centimeter. Ja, wel wat vlammen die eruit komen, maar ik twijfel nog aan die finale plaats. Dat doet hij volgens mij ook, maar we gaan het zien straks in de loop van de uitzending hier op RTL 7. Rising Star, hoe gaan zij het doen? Begin van dit seizoen is altijd belangrijk.
103,39. Oh, wat een geweldige mooie afstand neergezet. En dat, ja, die garantie kunnen we ons al geven aan u ook thuis. Zij gaan al naar de finale toe. En hier is die Black Cat met een motor waar we u ook tegen zeggen. Hoe gaan zij het doen? Meter en 71 centimeter, dat lijkt mij ook aardig voldoende voor de finale. Black Cat ook al bijna die finale plaats bereikt met één been, laten we het zo zeggen. Hoe doet Eager Beaver dat? De hand nog even naar de helm, de klep op en dan gassen. ...90,48 meter. Eager Beaver lijkt me toch niet voldoende, want die andere concurrenten hebben de 100 al bereikt. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Ja, verwachtingen, dat heb ik vorig jaar ook geroepen hier in Stroe. De verwachtingen, kijk, de lat ligt hoog, maar we moeten ook genieten wat we doen. En nogmaals, maar goed, als je twee keer achter elkaar kampioen wordt, en je weet dan, wij zijn de man van cijfers en statistieken, als je drie keer kampioen op rij wordt, mag je de wisselbeker van het kampioenschap houden. Dus ja, dat is natuurlijk een doel waar we voor kunnen gaan. Maar goed, we hebben natuurlijk... Bettens Boer met zijn trekker in ons nek hangen en vergeet niet natuurlijk niet NPM CC de Fair, Whispering Giant en Rising Star en Jaap van Dies met zijn Eager Beaver aan het testen met de nieuwe banden en als die echt gaat zoals die moet gaan, dan komt hij ook in de buurt. Dus, wat een mooi seizoen. Ja, zeker. Aldus Gerrit Dingerink, hij belooft een mooi seizoen, maar dan moet je het wel goed doen aan het begin. Dat is niet goed. 74 meter en 62 centimeter. Geen goede start van het seizoen. En het koppie laat dat ook zien. Nee, geen vrolijke gezichten. Hoe is dat voor Double Screaming in alle rust naar achteren? Beginnen aan het seizoen. De groene vlag zien we en dan mag er begonnen worden. En dan flikt hij het hier aan het begin van het seizoen. Full pool voor Double Screaming met een brede glimlach zometeen hoor. Dat kan niet anders als die klep omhoog gaat. Door naar de finale. En dit is NPM Seaside Affair. Hoe gaan zij het doen? Zij mogen los, zij mogen gaan starten. En dat gebeurt ook. MPMC is uit de ver 105 meter en 4 centimeter. Dat is in ieder geval tweede. Dus door naar die finale. Dat ziet Frank ook. Dat weet hij ook. Zet die motor maar uit, zegt hij. En hier de first pool stand. Double Screaming bovenaan. Gevolgd door Argos Oil Whispering Giant. En MPMC is uit de ver. En niet te vergeten, Rising Star. En we gaan kijken hoe zij het gaan maken. Hoor hier. En daar staat hij klaar. Is die gespannen. Argos Oil Whispering Giant. ...85 meter en 63 centimeter, is dat voldoende om met de beker vandoor te gaan en de punten? Dat gaan we zo meteen zien, want de drie concurrenten staan hier te wachten. Ten eerste hier Rising Star. De reizende ster, wordt het dat ook, hier in Stroe. ...87 meter en 73 centimeter. Is dat voldoende? Op dit moment een eerste plaats. Voorlopige eerste plaats. Maar hoe gaat Double Screaming het doen? Barry Boer. Doet het goed hoor. 91 meter en 8 centimeter... Wel wat minder dan hiervoor, maar hij staat bovenaan. En dan is er nog één concurrent en dat is deze. NPM Seaside Affair met Frank Kramer. Frank Kramer weet het, alles of niks nu. En het is
91-47. Hij doet het Frank Kramer met zijn MPMC Zuid-Ever. Hij wint hier in Stoet. Stuurtje eruit, de helm af en de blijdschap. Hoe blij is hij? Zo blij is hij. En dat mag ook hier. Final results. Hier ziet u het bovenaan. MPMC Zuid-Ever. Gevolgd door Double Screaming, Rising Star op 3 en Argos Oil Whispering Giant op een vierde plaats. En dan de Champions Ranking. Bovenaan MPMC Zuid-Ever. Die 20 punten. Double Screaming gevolgd daarna. Rising Star op 3 en Argos Oil. Zij staan op 4. Jij hebt de volgende 20 punten binnen. Ja, gelukkig wel. De eerste klap is altijd weer een dalen waard. En mooier kan je het nieuwe seizoen niet beginnen. Barry, waar heb je het laten liggen vandaag? Bij de start, denk ik. En ja, het is een combinatie van. Niet alleen bij de start en het trok ook hard naar links. Moest ik een flink remmen. Werd iets onrustig van. Dan verlies je toch al die snelheid van. Ja, en uiteindelijk kwam ik helemaal op links uit. En uiteindelijk, als je een schuine run aflegt, dan maak je uiteindelijk wel meer meters. Maar er wordt niet meer meters gemeten, maar er wordt loodrecht gemeten. De Rising Star, weer een stabiele run. Ja, we zijn er tevreden mee met de run die zo ging. We hadden een nieuw setje banden erop vandaag, dus we zaten even wachten hoe dat uitpakt. Maar op zich ging het goed. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mitas, NTTO en NPM Motor Oils. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Machineverhuur en NTTO. Welkom terug bij Truck en Tractorpooling op RTL 7. Wij gaan kijken naar de Superstocks. Dankjewel Kim en wij zijn natuurlijk ook klaar voor u thuis ook. De European Mate is dat ook. De wielen of de voetjes nog even op de pedalen. Even kijken wat er gebeurt. Nee, hij mag gaan beginnen hoor. Hier in Stroe. ...99 meter en 7 centimeter voor European Mate. Lijkt me prima, maar we zien ja, uiteraard die adrenaline nog in het lijf. En wat er ook. Er is vorig jaar wat gebeurd, hè? Ja, vorig jaar de wedstrijd Eeks was dat, hè? Eeks, ja. Ja, hield er mee op. We dachten, nou, een klein akkefietje. Maar dat akkefietje was zo groot dat we het hele jaar niet meer konden rijden. Dus, druk geweest, Justin? Ja, heel druk. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, een hele nieuwe motor gebouwd. Hij is ook groter, niet groot genoeg, maar goed, gewoon om de betrouwbaarheid terug te zien te vinden, zeg maar. Ja, we hebben nou zo'n dikke stalen plaat op de motor gelegen en daar bussen in laten zakken. Ja, langere drijfstangen, andere zuigers, ja. Wie gaat er rijden? Ik moet rijden, ja. Ja. Succes, mannen. Ja, dankjewel. Ja. Ja, 66-41, daar kan Justin niet tevreden mee zijn. Ook een flinke rookwolk heeft dat iets... Nee, het lijkt wel goed te gaan verder, maar niet tevreden. Kopje hangt ook een beetje. Dan gaan we naar Terminator. De naam heeft hij mooi mee, Terminator. Maar maakt hij zijn naam ook waar? ...90 meter en 15 centimeter. In ieder geval prima, maar niet voldoende voor een finale plaats. En dat weet hij ook. Dan Green Gangster Deer.
De motor valt uit. Wat gebeurt er toch allemaal? Problemen daar. Uitval 68, 62. Niet goed. Klaar. Einde oefening. Dat is uitstappen. En hoe is dat voor Incredible Deer? Want die mogen van start gaan nu. Incredible Deer, 91 meter en 46 centimeter, niet voldoende voor de finale. En dan gaan we snel over naar, we zien nog hier wat ontwikkelingen, maar we gaan heel snel over naar Den Erdfruiter. Het Deense woord, prachtig, het is omgerekend in het Nederlands zandgraver. En wordt het ook een zandgraver hier? Den Erdfruiter, zij doen het niet goed hoor. 62 centimeter, meters moet ik zeggen, en 43 centimeter. Niet goed voor hen. Blue Thunder, hoe zullen zij het gaan doen? Traag opgang en dat blijkt ook wel uit het eindresultaat. 76 meter en 40 centimeter. Nee, het kopje schudt nee. En er wordt even nagevraagd wat er ook misging. En hier hebben we storm. Hurricane. De storm hier in Stroe. Komt die nu los? Weinig stormeffect voor Hurricane lijkt me. 90 meter, 76 centimeter. Niet de finale, denk ik dan toch. En de regen komt er misschien aan hier. De wolken zijn wat donker, maar dat geldt niet voor zijn staan nieuw Bondier. Zij gaan het goed doen, lijkt me dan, of toch niet? ...95 meter en 39 centimeter voor zijn staan nieuw Bondier. En ja, hij weet het nog niet hoor, of hij naar die finale mag. Maximum Risk staat wel klaar. En de motor valt uit. Dat zal toch niet? 35 meter maar en 33 centimeter. Nu al uitval. Oh, wat doet dat pijn. Het publiek kijkt ook wat om zich heen. En iedereen heeft zoiets van wat zonde. En ja, dat is gewoon voorbij. Op naar het volgende evenement lijkt me. En dat, dat hopen we natuurlijk niet voor All or Nothing. Alles of niks. ...90 meter, 88. Dat is niet goed, dat is niet voldoende. Ja, men kijkt nog even om zich heen. In de achteruit en dan zijn we er klaar voor Interaction 2.0. Er zit een vrouw achter het stuur en dat is toch wel stoer hoor. ...97 meter, 12. Heel goed van Manon Kools. En dat blijkt ook wel hier. Hoor. Lekker ontspannen. High five in de lucht. Keurig gedaan. Hoe is dat voor Wildcat? Want Wildcat editie nummer 2 van start hier ook in toch wel een mooie omgeving waar de regen gelukkig uitblijft. Ja, niet goed. Hij stopt veel te vroeg. 66 meter 68. Met al dat publiek hoop je een mooi resultaat neer te zetten. Kijken wat Sapo ervan gaat maken hier. Exact 100 meter door naar die finale. Dat doen we met heel veel gevoel. Even hangen op het stuur met de helm. En we gaan naar Bram luisteren. Bram, Manon. Ik zie jou in één keer gigantisch met allerlei slangen in de weer met je banden. Wat is er aan de hand? Ja, we hadden een kleine drukval in de achterbanden, zeg maar. Hier zit het zonnetje erop. En dan duikt de zon onder. Ja, dan ga je onderuit natuurlijk. En wij hebben gewoon een vaste bandenspanning. Daar rijden we op en daar passen we dan op aan. Uiteindelijk pakt de run toch wel redelijk uit bij jullie beiden, denk ik. Ja, dan moet je niet piepen. Als je in de finale zit, dan is het goed natuurlijk. Dus wat dat betreft, dan, we zien wel hoe het loopt straks. De trekker loopt goed verder. Dus ja, het kan werkelijk alle kanten op. Hè.
Gaan we naar de stand. Zapo bovenaan, gevolgd door European Made. Interaction 2.03 en Zijnstra New Bondeer op een vierde plaats. Kijk gerust even verder naar uw favoriet. Dan gaan we naar de finale. Hier zien we de rode schoentjes en dan zien we European Made uiteraard van start hier in de finale. De allesbeslissende finale van het begin van het seizoen. ...87 meter 19, maar die rook die wordt steeds meer. Ik zie vlammen, dat meen je niet, in de finale, de motor in de fik. Wat een pech voor European Made. Dat is toch, dat is huilen, dat is pijnlijk. En dat wil je niet, maar de concurrentie ruikt bloed. Zijnstra New Bondeer, gaat hij daar wat mee doen? De kansen liggen open voor hem. ...94 meter 80. Dat is op dit moment toch wel een eerste plaats. Een voorlopige eerste plaats. En hij lacht. Hij weet dat het goed zit. Maar hoe denkt Interaction 2.0 ervan? Met Manon Kools. Manon Kools weet het gas te vinden hoor. Let maar eens op. Let op die achterbanden. Ze gaat vol gas hier weg. ...94 meter 63, niet voldoende voor de eerste plaats. Niet voorbij New Bondeer. En hij lacht daar hoor, hij weet dat hij eerste staat tot nu toe. Maar wat doet Sapo? Sapo flikt het 96 meter 49. Hij wint hier in Stroe de allereerste wedstrijd. Men komt naar hem toe. De rook gaat er wel uit. Maar hij wint hier wel. Sapo bovenaan, gevolgd door Zijnstra New Bondeer. Interaction 2.0 derde en European Made toch nog vierde hier bij de Superstocks in Stroe. En niet te vergeten de punten. Sapo die volle 20 punten, gevolgd door Zijnstra New Bondeer. Interaction 2.0 en vierde European Made. En kijk gerust even verder naar uw favoriet. Dit is mooi, hè? Ja, dit is prachtig. Dit is natuurlijk een hartstikke mooi begin om gelijk met de eerste wedstrijd de volle punten te pakken. Ja, en dan hadden we natuurlijk Jos Zijnstra op de tweede plek en Manon derde. Ja, absoluut. Hartstikke tevreden. Een mooi begin van het seizoen. En ik ben benieuwd wat er nog komen gaat. Hey, dankjewel en veel plezier vanavond. Oh, dankjewel. Gaat lukken. Stroe is een bijzondere locatie dit jaar. Ja, dat is het zeker. Dit jaar rijden we in Stroe 2 keer met de NTTO. Oftewel vandaag in de editie van mei, de reguliere editie. En in september, 8 en 9 september, rijden we hier ook het EK, het Europees kampioenschap. Ja, de finale ronde voor alle landen die aangesloten zijn bij de ETPC, de Europese Bond. Dat je 1 keer in het jaar, in dit geval bij tractorpooling, hebben wij een Europees kampioenschap. En dat is dit jaar in Nederland. En daar hebben we een x-aantal klassen die daar strijden om de hoogste Europese plekken. Dankjewel Niels. Graag gedaan. Wat doen twee oliesheiks in Stroe? Wie zijn wij? Wij zijn oliehandel.nl. Dat loopgesmeerd is ons motto. Dus wij staan voor een snel en goed productadvies. We hebben alles op voorraad. Alle merken zijn bij ons beschikbaar. En ja, daar staan wij voor. Ja, en jullie zijn een oliehandel. Natuurlijk tractorpoeling en olie. Dat hoort bij elkaar. Ja, natuurlijk. Ja, je ziet veel tractoren die rijden allemaal op olie. Die drinken eigenlijk olie in plaats van brandstof. Werken jullie veel met distributie of heel veel online? Bijna alles is online. Eigenlijk vrijwel alles. Je kunt bij ons afhalen, maar het gaat vooral online. U heeft gekeken naar deel 1 van VDB Staalbouw Megapool in Stroe. Tot de volgende keer! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Theo van Velsen, Black Tie Media en VDB Staalbouw Megapool in Stroe.